Je moet ook altijd iets zijn. Je moet ook altijd iets zijn. Je kunt nooit eens een keer gewoon helemaal niks hoeven zijn. Je niks gewoon niks hoeven. Je moet altijd iets zijn. Ik ken eigenlijk maar één plek. Of ja, plek. Ik ken maar één persoon bij wie dat niet hoeft. Bij oma Enzo. Ik heb een oom, die Italiaanse oom. Die woont al meer dan 20 jaar in Nederland. Maar oma Enzo. En bij hem hoef ik helemaal niks te zijn of zo. Bij hem is altijd gewoon oké. Okay. Hoef niks te zeggen. Heel vaak zeggen we niks tegen elkaar. Dat is helemaal goed. En bij hem is het helemaal oké, jongen. Hij is echt relaxed. Het is wel een beetje een rare floeper, hoor. Een beetje een rare floeper. En dat is echt zo'n gebruikzaam. Hij is echt een beetje het toonbeeld van de Italiaanse gevoeligheid. Als er echt zo'n gebruiksaanwijzing. Als er bijvoorbeeld iets is waarvan oom Enzo de schuld zou kunnen hebben. Dat is heel gevoelig voor schuldgevoelens. Als er iets is waarvan hij de schuld zou kunnen hebben, dan schiet hij keihard in de verdediging. En dan weet hij in één keer van niks. Dan weet hij van niks. Ik was bij hem thuis. Hij heeft zo'n witte bank. Zag ik zo'n zwart vlekje op. Ik zeg, oom Enzo, zit een vlekje op de bank. Hoe komt een vlekje hier op de bank? Zit een vlekje. Dan moet ik het nou weten. Ik weet helemaal niks ervan. Hoef niet zo stomme te kijken. Ik weet helemaal niks ervan, ja. Ik zie niet mijn vlekje. Ik weet helemaal niks ervan. Oké, rustig. Jezus, Mina. Hij houdt ook van alles vast, volgens mij. Daarom zitten zijn schouders ook iets hoger dan normaal. En hij weet van niks. Hij weet van niks. Hij heeft één keer een massage gehad. Zijn schouders wat losser. Wist hij van alles. Had ik vragen voor hem. Zei, hey, wat is de wortel van 266? 16.3. 0.95. Hoezo? Wanneer is de Titanic gezonken? 1912, 14 april. Hoezo? Wie heeft JFK vermoord? Zijn er twee mannen van de CIA, maar ik kan niet zeggen. Maar oma Enzo kan goed koken, jongen. Dat is het ding. Oma Enzo kan super lekker koken. Simpel, maar alles vers en zo. Echt een virtuoos is het, jongen. Zoiets, nou, dat heb je nooit. Maar dat proef je ook niet in restaurants. Als oma Enzo bij mij thuis komt koken, dan verandert ook het hele huis. Dus ten eerste staat er een koning in de keuken. Dat is zijn terrein. Alleen hij mag daar de beslissingen nemen. En hij ziet er daar ook een beetje eng uit. Heeft hij zit sowieso heel bezweet in zo'n wit hemdje met van die tomatensausvlekken erop. Zo'n mes in zijn handen. Allemaal vliegjes in zijn oren. Een beetje, En het hele huis ruikt naar knoflook en naar verse knoflook. Eigenlijk stinkt het hele huis naar knoflook. Dat is eigenlijk wat er aan de hand. Maar ook daarbij heeft hij weer een gebruiksaanwijzing. Als je bijvoorbeeld aan hem vraagt, terwijl hij aan het koken is, wat hij aan het koken is, dan kan hij dat niet gewoon zeggen. Dan moet hij het hele kookproces aan je uitleggen. Hij kan niet gewoon zeggen wat hij aan het maken is. Hij moet het hele kookproces aan je uitleggen. Zodat je het zelf kan maken. Dan ruik je, man, dat is lekker. Oh, mensen, wat bent u aan het maken? Nou, eerst wat je doet, ja. Doe een beetje olie in de pan. Doe het uitje bij. Laat het uitje fruiten. Zo moet even wachten. Laat het zoeteren. Zo even uitje fruiten. Zo. Doe de vlees erbij. Zout, peper. Oh, mensen, wat bent u aan het maken? Ja, zeg maar zo. Doe vlees erbij. Zout, peper, een beetje knoflook, laten we zoeteren zo. Oma Enzo, wat bent u aan het maken? Nou, moet je goed luisteren, Sakarijn. Is er niet te flikkeren dit in die pan, flikkeren dat in die pan, laten we zoeteren. Is er klaar, ja? Is er kunst? Oma Enzo, wat is het eindproduct, man? Is er pasta. En als hij klaar is met koken, nog erger. Dan maakt hij iets wat super lekker is. Bijvoorbeeld lasagne, dat is mijn favoriet, hè. Lasagne is heel, heel erg lekker, alleen teringvullend, hè. Toch? Hallo? Lasagne teringvullend. Dan heb ik al twee borden op. Zit ik helemaal nokkie-nokkie. Komt hij naast mijn bord staan als een soort voedselgestapo. Dus ik heb er nog maar een keer op. Nee, dankjewel. Het was lekker. Dus ik heb er nog maar een keer op, man. Het was lekker, maar ik hoef niet meer. Was het niet goed genoeg of zo? Dus ik heb er nog maar een keer op. Als ik nou nog één keer opschep, dan ga ik kotsen. Maar we kunnen het toch wel proberen. En weet je, dat is prima. Dat is trots of zo. En dat is aandoenlijk ook. Dat hij heel zijn eigen waarde ophangt aan het feit dat hij zo goed kan koken. Dus heeft wel iets. Alleen wat ik niet begrijp aan oma Enzo, is dat hij zijn hele identiteit ophangt aan het feit dat hij uit Sicilië komt. Heel Sicilië voor, Sicilië na. Anekdotes van vroeger. Siciliaanse vlag aan de muur. Kom op, man. Maar laat toch gaan, wat ben je nou aan het doen? Slaat toch helemaal nergens? Het klopt ook helemaal niet. Vanuit historisch oogpunt om te zeggen, ik ben Siciliaan. Sicilië is namelijk in het verleden bezet geweest door allerlei volkeren. Hè? Bezet geweest door de Mooren. Dan ben ik zeker ook een 900ste Moor. Bezet geweest door de Vikingen. Dan ben ik zeker ook een 700ste Viking of zo.
Slaat helemaal nergens op. Is vikingen of vikingen? Vikingen? De viking? Een viking? Vikingen? De viking? Een viking? De vikingen? Vikingen! De viking? Een viking? Mag ik twee bananen en een viking? Mij twee mandarijnen en een viking? Een mandarijn is viking, hoor. Dat is gek, hè? Vikingen? De viking? Een viking? Viking! Vikingen? De viking? Hé, hey, die auto hangt laag. Zeker zware lading, of niet? Ja, je wil niet weten wat er achterin ligt. Waar dan? Vikingen! Vikingen? Vikingen, de vikingen. Hé, hey, onze Jeannette, een nieuw vriend, hè? Ach, flikker op, sinds wanneer? Ja, sinds op vakantie is geweest, Suriname. Oh, hoe is de Surinamer? Nee, viking! Vikingen? De vikingen? Een viking? Hé, hey, klopt geen zak van de jaarcijfers. Ja, die moet je nalaten rekenen. Ja, door wie? Ja, door iemand die jaarcijfers kan narekenen. Ja, wat moet ik die vinden dan? Ja, op het detacheringsbureau. Hoezo moet ik die bellen? Ja, jij kan met het probleem van de jaarcijfers. Jij moet ze bellen, ja. Oh, mooiste, ik wil je verbeteringen door te voeren, dik met de gebakken peren. Ja, je kan zeggen zoals jij het wil, maar jij moet ze bellen, van ik. Hoezo voel je nou kut? Ja, kut. Viking! Vikingen? De vik... Vik... Oh, Wiki! Wiki! De viking. Nou, dat is vikingen. Wiki of Wiki? Wiki.